3. Gooi schaar. Ik stem Gilles Latour naar huis. Allereerste keer dat ik in mijn leven ben in Marokko. Sorry, niet lachen om mijn uitspraak. Wow, yo, wat een chaos hier ook. Grappig feitje, deze dame hier heeft alleen... Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En ik zeg een hele goede morgen, maar het is beter een hele goede nacht. Kijk, het is nog pikdonker buiten. Het is midden in de nacht, 4 uur 's nachts. Poekie loopt hier nou met de mouwen. Die is blijkbaar nog steeds wakker hier, zo lekker op 4 uur 's nachts. Maar jongens en meiden, wij staan op punt om de deur uit te gaan. En met wij bedoel ik Lynn en ik. Lynn is nog boven haar laatste spulletjes aan het inpakken. Ik ben ook net klaar. En ik ben echt doodmoe. Letterlijk 3 uur geslapen, 3,5 uurtjes misschien. En we moeten dus straks een uur gaan rijden naar Schiphol. Want we vertrekken vandaag dus inderdaad naar Marokko. Super veel zin in jongens en meiden. Ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben in de vlog vandaag. Het stormde echt keihard vannacht. Ik heb echt het gevoel alsof ik 5 minuten geslapen heb. Want ik hoorde heel traag. En alles vannacht. Maar ik ga maar eens even mijn spullen pakken. Straks hier de lichten uit gaan doen. En dan zijn wij dus helemaal klaar om op vakantie te gaan. Super veel zin in. Alleen ik moet wel echt eventjes over mijn, ja, zo, mijn slaap heen komen. Want dat is nog niet best. Oké, laatste spulletjes zijn gepakt. Ik ga nog eventjes hier... Oh, wat heb ik van mijn handen zitten? Is dit scheid? Serieus? Is dit scheid? Ik wil zeggen, ik heb nog een lekker Red Bulletje. Wat is dit? Gadverdamme. Nice. Het lijkt iets van aarde. Kijk, het is geen poep aan mijn handen in ieder geval. Gelukkig. We zitten in de auto. Goedemorgen, Lintje. Ah, goedemorgen. Zo, ik heb je wel eens hyperder gevoeld, of niet? Ja, jezus. We hebben echt 2 uur geslapen, denk ik. Ja, maar jongens. Echt geslapen nog niet eens is 2 uur, denk ik. Nee, klopt. Het was echt zo, op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, nu kom ik lekker in mijn slaap. En dan gaat hij wekken net, ja. Toch? Zeg maar. Dus je hebt echt het gevoel alsof je 5 minuten hebt geslapen of zo. Ja. Ik denk dat we nog beter niet hadden kunnen slapen dan dit. Ja, maar daar kan ik dus echt niet tegen. Dus... Oh. Misschien nog wel beter. Voor jou is het goed dan. Ja, maar misschien nog beter dat ik een klein beetje slaap gepakt heb. Maar ja, het is dus een uurtje rijden naar Schiphol. Het is op dit moment 5 uur 's ochtends. En om 7:30 vliegen we dus. Dus we komen rond 6 uur aan. Dat is op zich wel prima getimed. Ik ga koelkasten, hè. Ik zweer het je. Ja, niet doen, want dan moet ik wel. Nee. Ja, Lynn en ik hebben allebei dikke. Als we super moe zijn, dan moeten we allebei kokken als. Dat is een goede overeenkomst van ons. Maar oké, we gaan lekker rijden. Dus op naar Schiphol en dan zien we het allemaal daar wel. We zijn er over 20 minuten. Het leuke is dus ook, het is dus nu inderdaad 5:30 bijna. En we hebben echt vannacht om 2 uur of 1 uur dus het hotel geboekt. Maar het is wel echt super mooi. Yeah. We hebben echt een hele mooie kamer als het goed is. Dus dat gaan we straks zien. Maar we hebben echt zo last minute alles gedaan. Letterlijk de vlucht gisteren geboekt. Toen jij op je werk zat. Ja, gisteren op mijn werk in de middag. Ja, precies. En het hotel dus echt vannacht gewoon. Dus we hadden nog helemaal niks. Maar het is gelukkig allemaal geregeld. Dus ja, we gaan het allemaal meemaken vandaag. Ik ben echt super benieuwd. We zijn er. Goedemorgen. Dankeschön. Bitte. Ja, jongens. Lin zat net de hele tijd ABN Nederlands te praten. Klinkt echt voor geen meter. Zeg nog eens één dingetje. Wat zal ik zeggen? Waarom? Kijk uit. Ah! Wat? Die persoon die ging naar je toe. Ja, hij voegt in. Nou oké, in ieder geval jongens, we zijn er. We zijn bij, kijk eens aan, de Schipholtoren. Hoppa, we zijn op Schiphol. Hartstikke mooi. We gaan hier parkeren. Super fijn dat het gewoon lekker hier kan. En dan gaan we alle koffers uitladen. Ja, hij is er weer. Dat betekent dat we gewoon op vakantie gaan. Oh, wat een mooi ding. Wat zit je mee nou uit te lachen? Is dit mooi? Of? Ja, het is toch een prachtige toren. Het wordt toch helemaal wild van. Van het idee dat... We op vakantie gaan, maar niet van de toren. Oh, oké. Huh? Wij zijn binnen, jongens. Ik ben nog steeds echt doodmoe. Maar we moeten echt even op gaan schieten. Een beetje door de douane alles gaan regelen. Deze dingen gaan droppen en dan zijn we safe. Lim voorop. Dus daar gaan we. We hebben alles gedropt. We zijn er doorheen. Ben je nog moe? Ja. En jij? Ja, ik ben ook nog lekker moe, jongens. Maar we gaan straks dus naar het vliegtuig lopen. Ik denk eerst even lekker wat eten. En dan is het daarna tijd om te vliegen, dus. Oh, yo. Hey, Lin, denk jij wat ik denk? Mok. Let's go. Fijn dat wij dezelfde gedachten hebben. Kijk, sta jongens. 2. Hey, deze hebben we nog nooit op, de McMuffins. Nee, maar ik heb er 1. Deze van jou. Ik heb zonder de bacon. Lekker dit, jongens. Oh, goeie. Kijk, even die balans. 6 uur 's ochtends. Ik heb wel eens gezonder gegeten in de ochtend. Maar ik moet zeggen, dit is dus echt lekker, man, van de McDonald's. Heel veel mensen weten dus ook vaak niet dat je ontbijtjes hebt. Is dat fucking lekker? Ja. Ja, toch? Goeie. Kijk, cappuccinotje erbij. Hier kunnen we gaan zo. Wow, yo. Nog een burger? Serieus? Burger? Hallo, ik had
één ditje. Kijk, dat is even kort als mijn navel. Mensen DM'en jou met de vraag of je nu ook ongezonde eenie met mij omgaat. Ja, maar dit zou ik sowieso ook eten. Ik eet iedere ochtend een eitje met brood. Dus... Balans, balans. Burgertje op, jongens. Of tenminste, burger. Het is gewoon een muffin eigenlijk. Het gaat zo ongezond. Het is gewoon ei. Het is gewoon eigenlijk een broodje ei, inderdaad. Klopt. Ja. Het is helemaal geen burger ook. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Maar we zijn helemaal ready om naar het vliegtuig te gaan. Jongens, ik ga zulke goede slaap nog even pakken in het vliegtuig. Het is nu 7 uur 's ochtends. 3 uur slaap gehad dus. Zo, dat zag ik heel goed. Sorry, ik zat even na te denken over wat ik nog wilde zeggen. Zie je, het is nog echt vroeg. Ik zit echt verward naar mijn camera te kijken. Maar we gaan dus over 20 minuten de lucht in als het goed is. Tenminste, dat is de planning. Maar het is echt nog pikdonker. Zeg jij pikken of pikdonker? Pik. Check eventjes die weersverwachting, jongens. Dit is toch geweldig. De hele week gewoon 30, 31, 32, 28 graden. En daarna als we weggaan, kijk, 23, dan wordt het weer koud. Eindelijk lopen we in de buis. Daar gaan we. Let's go. Oh, ze heeft vliegangst. Kijk eens, jongens. Kijk eens. Geland in Marokko. Wow, yo. Allereerste keer dat ik in mijn leven ben in Marokko. Super gaaf. Het is echt ontzettend warm ook gelijk hier. Echt warm, yo. Wat fucking lekker weer gewoon, jongens. Niet normaal. Kijk eens even. Strak blauwe lucht. Het is echt gewoon nu al 25 graden, denk ik. Ja, wow. Lekker. Nu lopen de winters bij. Zo. Ja. Jeetje. Daar gaan we. Kijk eens, het Transavia-vliegtuig staat hier helemaal klaar. We gaan lekker de koffers ophalen. Kijk eens daar, jongens. We hebben de koffers. We zijn helemaal compleet. En check eens hoe mooi dit tegelijk hier uitziet als we hier bij het vliegveld binnenkomen. Wauw. Prachtige plafonds. Wauw. Wauw, wauw. Oké, we gaan dus straks maar eens even de taxi pakken. Eerst naar buiten. Rondaat. Kijk eens aan, jongens. We gaan een taxi boeken. Cash cab. Je kan het ook anders uitspreken, maar dat ga ik maar niet doen. Ja, what the fuck. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Maar we gaan even een taxi fixen. De taxi is geregeld. We gaan erin. Wat een stress allemaal. Jeetje. Je kan dus ook overal alleen maar je met cash betalen, blijkbaar. Maar ik wist dus eventjes niet hoe het geldsysteem werkte. Maar blijkbaar is 100 dirham dus ongeveer 10 euro. Dus je moet het delen door 10. Zoiets. Is het zeker? Hè? Kut. Wat? Oh nee, wat een telefoon. Ik heb het wachten. Ja, ik heb het ook. Scheidheden, ik denk dat het zo'n half uurtje rijden is naar het hotel, jongens. Dan kunnen we eindelijk even lekker chillen, drankje doen. En even douchen. Zo, daar heb ik ook echt zin in. Kijk, dit is een beetje hoe de muntjes eruit zien. Je hebt dus een kleine euromunt, maar dan als een 5, zeg maar. Dus dat is 5 dirham, dus dat is ongeveer 50 cent dit. Dit is 20 euro blijkbaar, 200 dirhams. Ja, het zijn allemaal, allemaal dikke briefjes. Allemaal flappen. Wij zijn echt een klein stukje al onderweg. Een kwartiertje net. En check dan even waar we allemaal doorheen rijden. Allemaal van dit soort dingetjes. Zo, we gaan hier echt een tunneltje door. Het is zo compleet. Kijk dan, jongens. Wow, hoe vlak ze hier er langs gaan. Het is natuurlijk, we zitten in Afrika. Het is een compleet andere wereld. Oh, kijk hoe mooi. Zo, ja. Het is een heel paleis dit of zo. Ik weet niet precies wat het is. Misschien dat sommigen van jullie het weten. Kijk, je ziet natuurlijk heel veel van die Marokkaanse vlaggen. Daarboven staat er een. Maar die strak blauwe lucht is eigenlijk het eerste wat me echt opvalt. Oh, ja. Yeah. Ik heb je echt aangestoken met de ha. Het is echt warm ook gewoon. Het is gewoon niet normaal. Zo, ik kan niet wachten tot ik mijn bikini aan kan trekken. Je bikini? En jij je zwembroek. Ha? Ondraad. Maar ja, kijk, het is echt een prachtige... Wow, het is echt mooi. Kijk dan daar weer. Ja, hè? Het is overal allemaal van die paleisjes en dingen. Heel nice. Ik ben echt benieuwd naar hoe het hotel er straks dus, uit gaat zien. Wow, yo, wat een chaos hier ook. Kijk, op dit ziet er ook wel echt gaaf uit. Zo, die huizen, toch een klein beetje vervallen ook allemaal. Ik ruik friet. Friet? Patat. Ruik je niet? Ik ruik wel iets, hoor. Gewoon vet. Ja, waarschijnlijk is gewoon vet, inderdaad. Dat is echt heel leuk om te zien, dit allemaal. Kijk ook die gaten daar in die huizen. Ik weet niet hoe heftig in dit gedeelte de aardbeving is geweest. Want het is natuurlijk 2 maanden geleden of 1,5 maand geleden is hier een aardbeving geweest. Het ziet er oprecht wel nog allemaal intact uit. Ja, toch? Ja. Ik zie niet heel veel schade hier of andere gekke dingen. Het is gewoon echt zo'n beetje, dit is echt zo'n typisch beeld als ik aan Marokko denk, dan denk ik inderdaad aan dit soort huisjes. Nou, ik wist dus echt niet wat ik me bij voor kon stellen, maar ik vind het echt mooi. Zo, what the fuck? Kijk maar op het water tussendoor. Oh,
Hoi, yo. Hey, ik ga geen auto huren hier. Jij mag rijden. Ja, nou, ik kan ook over de brug. Dat is hetzelfde als de brug. Oh, ja, ja. Nu kan je het wel. Ja. We zitten. We zijn aangekomen. Kijk eens even, jongens. Gekke vibe hier. Ja. Worden dus nu ingecheckt. Het is een hele... Ja, ik weet niet zo goed wat ik het moet zeggen. Er zijn allemaal van die theeschoteltjes hier staan. Echt van die Marokkaanse dingetjes. Maar we moeten nu wachten. Maar het zag er net aan de buitenkant allemaal al super mooi uit. We moesten even opschieten. Even snel de koffers droppen. Dus vandaar. Ik ga het straks allemaal laten zien. Kijk, yes. Leuk. We krijgen een welkomstdrankje. Uiteraard op de Marokkaanse manier. Ja, ja. Je zou dit maar kunnen. Ik kan het niet in ieder geval. Thanks. Jongens, ik ben nu al verkocht. Heerlijk. Ik vind het echt heel lekker, deze Marokkaanse thee, toch? Ja, die koekjes ook. Deze hebben we nog niet geprobeerd. Oh ja, wat is dit? Geen idee wat voor koekje dit is. Misschien is het ook Marokkaans dit. Ik weet het niet. We zijn van de ene kant naar de andere kant. We staan in ons huisje, jongens. Kijk eens even hoe nice. Dit is echt... Hé, dit is top. Het is wel echt gewoon, het is echt helemaal Marokkaans. Kijk, dan hebben we hier dus een badkamer. Dat is super fijn. Je kan hier gewoon lekker douchen. Dit is blijkbaar een trapje in huis. Die gaan naar boven. Ik wil dus even eerst één ding checken eigenlijk. Ja, het is echt een huis. Ja, het is echt een huisje inderdaad. Dat is wel leuk. Privéhuisje gewoon. Oh, check die deuren ook. Even kijken hoor. Ja. Lynn, kom eens. Kom eens. Oh, heb je dat gevraagd? Ja, schattig toch? Ah, wat cute! Zo lief, schatje. Je hebt het wel gewoon gedaan. Ik had echt niet verwacht dat het zouden doen. Ah. Zo last minute ook. Ja! Wow. Dit is echt schattig. Heel leuk. Nou, we hebben hier nog een balkonnetje zo te zien. Kijk. En eigenlijk het mooiste is... Oh. Wow, huh? What the fuck? Het is echt fucking groot. Zit er ook nog een ding? Dit en ik zeiden al, het doet dus een beetje denken aan Disney eigenlijk. Al die dingen hier zo. Kijk dan ook dit. Wow, yo, kijk in ons eigen privé zwembad. Die gaan ze straks eens helemaal klaarmaken. Dat is ook fijn. Kunnen we daar gelijk erin. Heel nice. Wow, ik vind die roze blaadjes echt heel leuk. Schattig, hè? We hebben hier een hele poort. Kijk, je kan erop open. Als je het open doet. En eruit halen. Dan krijg je... Wow, yo. Wow. Wow, yo. Dit is geacteerd, ik had het al gezien. Maar wow, dit is wow. Echt... Zo, het is echt groot. Huh? Dit had ik nog niet gezien. Wat? What the fuck? Oké, okay, nice. Huh? Er zit ook een bad nog. Oh, en hier kun je ook douchen inderdaad. Nou, echt een tophuisje. Volgens mij heb je hier nog een toilet. Ja. Ja, daar ga ik eerst de gebruik van maken straks. Heel mooi. Hoe dan? Echt heel leuk. Oké, dat was dus een klein beetje een tour van de bovenverdieping. Nu hebben we dus ook nog hier zo beneden. Dit heb ik, heb ik die al net laten zien of niet? Ik weet het niet. Nou, anders hierbij nogmaals. Kijk eens, we zijn dus echt een beetje gegaan voor die Marokkaanse stijl. Dat is dus wel echt super leuk. Je kon natuurlijk ook van die hele moderne dingen en zo doen. Maar we wilden juist een beetje die Marokkaanse stijl. En dat ga je ook heel goed zien als je hier buiten staat. En je kijkt hier naar achteren, naar het huisje. Kijk, dit is toch geweldig. Zo met die gordijntjes. Hier het zwembad, twee lichtbedjes. Nou, daarboven is dus inderdaad de slaapkamer. En ik zie dus ook allemaal spots in de tuin staan. Ja, deze is een beetje smerig, maar ik zag er nog meer staan verderop. Dus ik denk dat het 's avonds ook echt heel erg mooi gaat zijn. En best wel sfeervol ook hier in de tuin. Er is hier ook een boom met dit. Ik weet niet wat dit is. Het zijn geen appels. Wat is dit, joh? Of is het granaat? Nee, ik weet niet. Wat zijn dit voor dingen? Geen idee, maar deze boom staat dus hier in de tuin. Ook leuk. Jongens, ik ben echt helemaal ready voor deze vakantie. Echt nogmaals, die strak blauwe lucht hier ook. We hebben nog allemaal lekkere dingetjes. Nou, hallo, kijk eens even. Een... Wat is dit? Makkerol. Wat is dit voor smaakie? Kijk eens. Het lijkt op een kleine hamburger. Oh ja, er zitten zaadjes zo. Oh, nice. Het is tijd om een sprongetje te wagen. Ik ga hem aan jou geven, mevrouw. Ja? Dan maar af. 3, 2... Oké, dat was te snel. Tel maar af, nou. Ik heb een balans. Ik vind het wel zo, het is echt dik nog, hè? Is lekker? Ik ben 1,90, weet je wel. Is lekker? Ja. Ja? Het is wel lekker. Lekker. En nu mag je acro gymmen. Kom jij maar lekker acro gymmen bij mij. Oh, zo, het is echt een prima, prima bad, moet ik zeggen. Eigenlijk moet ik mijn camera even wegdoen hier, want het is niet zo heel handig om in het zwembad te vloggen. Ga je springen? Nee. Ga je niet springen? Nee. Grappig feitje, deze dame hier heeft alleen diploma, zeg het maar. Ah. Waarom? Omdat ik... De badjuffrouw niet lief vond. En daarom ben je nooit meer doorgaan voor je B. Nee, op een gegeven moment zei mama van ja, weet je, je hoeft het niet meer te doen. Kamer. Echt? Ja, ze was echt gemeen. Maar je kan nu ook niet zwemmen dus? Wel, tuurlijk wel. Oh ja, ik heb A, B, C. C'tje, reddingsdiploma. Ik wilde eigenlijk niet voor mijn C gaan. Maar op een gegeven moment, ik werd juist opgebeld door de badmeester van je moet het wel doen.
Want ik was een talent. Ja, echt. Ik zweer het. Zo. Ja. Ik loop hier weer even naar binnen trouwens, jongens en meiden. Wat is dit eigenlijk? Weten jullie dit? Is dit iets Marokkaans? Zeg maar, het is gewoon een chill plekje, maar je kan dus ook de gordijnen echt helemaal dicht doen. Zo, kijk. Je kunt ook gewoon echt best gezellig maken hier, maar... Het is echt een chill spot. Je hebt ook geen televisie voor dit of iets. Het is gewoon volgens mij echt om te relaxen of zo. Ik heb ondertussen maar weer even mijn shirt aangedaan, jongens en meiden. Want ik heb jullie ook nog voor eigenlijk het hele resort hier niet laten zien. We zijn natuurlijk eigenlijk gelijk naar het huis gegaan. Hebben voor de rest ook alle andere dingen nog niet gezien. Want als je hier rond je kijkt, we zitten echt een soort van in... Ja, een beetje in... Het is de woestijn. Hier omheen is allemaal zand. Maar ook hier op het hele resort hebben ze het natuurlijk helemaal mooi aangekleed. Met allemaal bomen, allemaal andere dingen. Het is echt prachtig. Nou, hier beneden natuurlijk dat zwembad dat ik al had laten zien. Dus we gaan straks maar eens even lekker wat eten. Even kijken, een beetje verkennen wat er nog meer is hier op het resort. Want ze hebben dus 3 zwembaden. Ook een verwarmde. Dus dat is ook wel leuk. Dus vandaar, ik heb me eventjes omgekleed. Kijk, de blaadjes liggen hier nog mooi op het bed. Wel echt leuk gedaan. Ik had dit echt super last minute aangevraagd, maar het is toch gelukt. Ik ben trouwens dus weer die type persoon die op vakantie zijn slippers vergeet, jongens. Echt, heb ik alleen deze schoenen weer meegenomen. Nice. Kijk hoe schattig. Oh, 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 oh. Jongens, kijk, dan loop je allemaal over kittens. Hoe lief is dit? Zijn ze niet schuw? Kijk dan hoe leuk. Ze zijn echt klein. Ze zijn echt heel klein, inderdaad. Ja, deze is schattig. Zullen we die meenemen? Die oranje? Ja. Hé, hey, kijk hem. Kijk hem. Oh, van de poepies. We zijn maar eens even lekker gaan zitten. En zoals ik al zei, we hadden dus echt super last minute geboekt. Echt, om 2 uur s'nachts of zo, hè? Die katjes zitten daar lekker te spelen. Maar eigenlijk het plaatje wat we zagen was dit, precies. En daar zijn we soort van op afgegaan. Toen we dit zagen, dachten we, dit moeten we hebben. Dit is echt super mooi. Ja. Dus vandaar. Het is echt een heel mooi plaatje. Dit is ook een van de zwembaden, dus blijkbaar. We hebben even lekker smoothie besteld. Colaatje. Lekker. 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 Wow, yo. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet. Heerlijk. Echt heel lekker. Eet smakelijk, mevrouw. Eet smakelijk, mijn heer. Wauw. Ja, het ziet er echt lekker uit. Club sandwich met kip is dit. En een beetje truffel mayo en een beetje mosterd. Nou, kan niet beter. Heerlijk. Kijk hem dan, jongens. Hé, een vriendje. Wat een schattie. Oh, ik heb jou ook een beetje gek gemaakt voor katten, hè? Jij bent ook helemaal verliefd op mijn katten nu. Je hebt zelfs een Britse kort aan nu ook, hè? Ja, een bruine. Oh, een kitten. Ja. Oh, deze zijn ook echt wel schattig. Kijk ze dan. Oh, ik zie ze niet. Zo loop je echt helemaal rondom de tafel. Ik heb een stukje kip op de grond gegooid. Echt zo'n mooi oranje poesje is dit. Wat schattig. Lin is dus eigenlijk allergisch voor katten. Maar bij mij heb je er helemaal geen last van. Nee. Britse super raar. Hij haar op de een of andere manier niet. Nee. Nee, echt heel raar. Maar wel heel fijn. Hij zou denken juist van wel, omdat hij zo'n pluisige vacht heeft. Ja, echt ziek erg uit haar inderdaad. Maar gelukkig heeft ze er dus helemaal geen last van. Even kijken, zit hij er nog? Oh, hij loopt weer weg. Ik had hier mijn kipstukje op de grond, maar ze durven toch niet te komen. Heerlijk, dus even gegeten. We gaan nog even kijken wat er allemaal is. Oké, okay, hij zei net tegen mij, chokram, chokram. Wat betekent dat? Dankjewel, dankjewel. Denk je? Ja, we moeten eigenlijk een beetje Marokkaanse woordjes leren, jongens. Dus als Habiba. Jullie... Hè? Habiba. Wat moeten we hier echt keihard roepen? Nu gaan we schakelen. Tas, dat betekent shit, toch? Daar zijn we ook achter gekomen, inderdaad. Ja. Oh, kijk. Wow, het is hier echt nog... Hé, hey, we kunnen voetballen. Hey. Let's go. Ja? Deze meid kan voetballen, jongens. Dat is... Echt wel. Doe dat niet zo bescheiden. Jij kan fucking goed voetballen. Kijk dan, je hebt hier nog een heel plekje allemaal. Wat lekker dit. Oh, 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 linkspoot, linkspoot. Yo! Oh, jongens, wat een mooie plekje. Oké, okay, kom maar. Overpassen. Ja, kom maar. Zo. Ja, Lin heeft dus echt op... Waar voetbal je nou ook een week vergeten steeds? Bij mijn eigen dorp. Nee, je zat toch bij de KNVB of zo? Ja. Kijk, echt een linkspoot. Kom dan. Speel maar uit. Speel maar uit. Ja, maar dat kan niet. Ja. Kom maar. Alles slap. Gooi schaar, gooi schaar. Oh, jee. Oh, buitenkantje voet. Auw, je hebt schoenen aan, dit is heerlijk. Ik wil de schoenen. Wil jij schoenen? Ja. Oh, zo jongens, hele conditie. Niet normaal. Onze conditie is niet best. Nee. Ja, ik had wel beter van jou verwacht. Wat fit. Ik had van jou verwacht. Fit girl.
Nou, jij bent ook een fit boy tegenwoordig. Vind je? Ja. Ik heb ik had vandaag eigenlijk personal training, jongens. Maar ja, die konden dus helaas niet doorgaan, omdat we inderdaad naar Marokko gingen. En ik had echt pas vanochtend afgezegd, dus dat was echt heel kut. Maar gelukkig was het geen probleem. Vannacht, ja. Klopt. Echt toen we net naar Schiphol gingen. Maar ja, we hebben net ook even push-ups gedaan, dus we zijn toch een beetje bezig nog. Ik kan er dus echt niet aan wennen altijd als mensen links zijn. Wat? Zoveel mensen zijn rechts. Ja, ik niet. Nee, dat is echt... Ik vind dat altijd apart. Ook met schrijven en alles natuurlijk. Kijk, mijn zus is ook links. Hey, ja, Mel is ook. Ja. Wow. Melanie is ook links. Dat wist ik helemaal niet. Dat is ook wel gek, want als tweeling zijn, hè. Of tijdens even... Het heeft weer niks met elkaar te maken volgens mij. Wij zijn weer lekker terug bij ons huisie. Kijk, met onze kluisdeur. Onze huisie en noemen we zo het passie erin. Bam. En dan zijn we er weer. Woe. We zijn weer lekker terug dus hier in het huisje. Jongens, ik heb dus een woordje geleerd, hè? Een Marokkaans woordje. Ik zit hier lekker met mijn habibi. Habibi, ja. Ben jij mijn habibi? Ja, kennelijk. Wat ben ik dan van jou eigenlijk? Habiba. I don't know. Ja, ik weet het ook niet. Ik wil nog meer Marokkaanse woorden leren. Dus het zou wel leuk zijn als jullie wat dingen zouden achterlaten. Maar jij bent mijn habibi. Ja, mijn habiba. Ja, jongens, we zitten nog even lekker hier bij het huisje. Super gezellig. Kijk ook hoe mooi het uitzicht hier en zo is. We hebben dus vandaag eigenlijk een beetje een lekker rustig chill dagje. Ik weet niet wat we morgen gaan doen. Moet even kijken. We zijn natuurlijk vandaag aangekomen. We waren super moe. Ja, ik ga even leuke dingen opzoeken. Ga jij dat eens even lekker doen, mevrouw? Nee, maar we zitten nu even lekker hier buiten te chillen bij het zwembad. Het is nog steeds 28 graden, maar dat zou je niet zeggen. Het is wel een klein beetje afgekoeld eigenlijk. Moet ik. Wat is leuk om te doen in Marokko? Oh, kijk. Laat zien trouwens. Je hebt het opgezocht. Ja. Hey, dit ding is inderdaad een granaatappel. Oh, zullen we die straks inderdaad... Gaan we hem opsnijden zo? En dan vruchtjes of zo eruit... Die pitjes, die zijn wel lekker. Ja, er hangen dus allemaal van die granaatappels hier in de boom. Dus dat is wel leuk. Dus mijn habibi gaat dat straks even lekker... Ik vind dat echt een leuk woord. Habibi. Habibi. Habiba. Habibi. Kijk, dit. Hier zijn ze. Er hangen er echt heel veel. Ik weet niet of ze rijp zijn of wat ze goed zijn. Ze zien er wel super groot uit. Maar dat is wel nog even leuk om denk ik om straks ook open te maken. En het is dus, zoals je ziet, een beetje aan het schemeren. Maar daar heb je nog een mooi rood luchtje. Het wordt super mooi. Ik denk dat het straks dus echt leuk verlicht gaat zijn hier. Nu ga ik weer naast mijn... Nee, ik ga het niet nog een keer zeggen. De vlog is ook online trouwens, van dat we hier naartoe gaan. Dus super leuk dat jullie ook al comments hebben achtergelaten over tips en alles. Bijvoorbeeld het Atlasgebergte en dat soort dingen. En ook dat we moeten uitkijken voor eventueel gevaarlijke plekken hier. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd wel op vakantie eigenlijk. Je hebt zo'n markt hier en er is heel veel drukte en weet ik veel wat. Maar dat gaan we allemaal zien de komende dagen. Vandaag dus nog niet, want vandaag zijn we eerst even lekker hier aan het chillen. Habibi, salam, kaif halak. En dat betekent? Wat denk je dat het betekent? Kaif halak. Kaif halak. Weet ik niet. Hoe gaat het? Oh, wow, dat dacht ik wel. Oh, en alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry, niet lachen om mijn uitspraak, oké? Okay? Ik heb dus heel veel buitenlandse vriendinnen, maar ik weet wel dat je het niet zo uitspreekt. Hoe spreek je het dan uit? Niet zo. Doe het, jij het? Ik kan het zelf ook niet, maar niet zo. Alhamdulillah. Dat hoor ik wel vaker. Oh, mijn naam is Ismi. Ismi Gio. Hoe heet u? Smitek? Oké, voor de Marokkaanse mensen die het kijken lachen mij waarschijnlijk echt zwaar uit. Dankjewel. Shokran. Ja, die hadden we net. Inshallah, als God het wil. Links, LDZR. Ashno Huwa El Umwan. Oh ja, nou, deze is voor jullie. Mogen jullie gokken wat het betekent? Ashno Huwa El Umwan. Ik doe mijn best, jongens. Ik moet nog even oefenen op die uitspraak. We hebben een heerlijk Justin Bieber muziekje opstaan. Lynn en ik zijn allebei keiharde Justin Bieber fans. Ja, ik denk dat ik nog meer fan ben dan jij. Dat denk ik niet. Dat ik denk heb ik. Je verteld over vroeger, hè. Mijn hele kamer hing vol met op iedere muur posters uit de hitkrant. Ik droeg kleding van Justin Bieber. Oh, ik had ook kleding, hè. Van Justin. Maar het grappige is, als je hebt in de vlog van gisteren kunnen zien, jij bent ook gewoon keihard van de hardstyle. Nee, dan moet ik echt een correctie. Niet van de hardstyle. Tijdens het sporten heb ik zo'n periode gehad dat ik altijd luisterde. Maar ik luister het niet in mijn vrije tijd. Oké, het zal wel, het zal wel. Dat is echt waar, Gio, dat weet jij ook. Ik heb de lampjes even aangezet, jongens. Kijk eens even hoe mooi het allemaal wordt zo. Hop, ik dacht dat ze automatisch zouden aangaan, maar als je hier zo rond je heen kijkt... Kijk eens wat een sfeertje zo. Jongens, ik ben tot nu toe heel erg te spreken over Marokko. Maar ik heb ook waarschuwingen nogmaals gezien van jullie. Die zeiden, Gio, kijk uit voor je camera, want straks wordt hij uit je hand geript. In een openbare plek. Nou, als dat gaat gebeuren, dan ben ik niet zo'n fan, maar nee. Wat? Ze vergeet iets. Kijk eens even, hoe mooi. Wauw. Het ziet er echt gewoon... Wat? Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Ik denk nog steeds aan Disney. Denk je ook nog steeds aan Disney? Ja.
Het is toch gewoon echt zo'n Disney vibe hier? Ja, maar er is zo'n speciaal gedeelte in Disney en dat lijkt precies hierop, maar ik weet niet hoe het heet. Ja, ik weet ook niet hoe het heet inderdaad. Nou, we gaan er onderdoor lopen. We gaan dus op naar het restaurant, wat hier dus ook bij het, ik weet niet hoe ik het noem, resort eigenlijk hoort. Kijk, hier hebben ze ook het andere zwembad. Wow. Oh, je zou je... Ja, letterlijk. Ik wilde recht doorlopen en toen dacht ik, wat... Oh, dit had je echt moeten doen. Wow. Ik had niks moeten zeggen eigenlijk. Zo. Hier loopt hier recht het water in inderdaad. Als je dit niet weet... Waarom hebben ze daar ook geen bordje of zo? Inderdaad, daar staat ook niet van kijk uit of zo. Je zou zo het water lopen, want dat is dus een ander zwembad, jongens. Oh, kijk dan, jongens. Hoe mooi het allemaal gemaakt is. We moeten deze meneer volgen door het donker in. Maar wauw. We gaan dus naar het restaurantje toe. Dit doet me denken aan Expeditie Robinson. Ik weet niet waarom, maar... Fakkels. Ja, toch? Met die fakkels. Wij zitten lekker aan tafel. Zeg dan nog eens, wat zei je nou net? Can I have? Dat klinkt zo Nederlands. Ik wil gewoon geen friet zonder mayonaise. Kan ik even frikandel, please? Ja, even frikandel speciaal. Oh, frikandellen zijn wel echt, ja. Jij hebt me ook een beetje verslaafd gemaakt aan frikandellen, moet ik zeggen. Had je het nooit? Ja, ik vond frikandellen wel echt lekker, maar jou ben ik ze nog lekkerder gaan vinden. Terwijl we eigenlijk maar één keer samen frikandellen hebben gegeten. Ja, klopt. Alleen van die kleine frikandelletjes eten we steeds. Ik praat veel over frikandellen. Ja, jij hebt... Zo lekker. Jij hebt het wel echt veel over frikandellen, ja, inderdaad. Frikandelbroodjes. Ja, ook wel lekker. Oh, die hebben we trouwens wel al een paar keer. Ja, klopt, dat is waar. Nou jongens, zoals je kan zien, het is echt een heel druk restaurant. Echt supergezellig. Nee, dit hoort bij het resort zelf. Alleen ik denk dat iedereen gewoon letterlijk naar de stad getrokken is. Dus we zitten hier gewoon met z'n tweetjes. Dus, nou, we kunnen het wel gezellig maken. Private dining. Ja, dat is het wel eigenlijk nu, hè? Spannend. Onze gerechtjes staan op tafel. We hebben allebei... Eens gelijks, kijk eens even. Of eensgezind, hoe zeg je dat? Eensgezind, een biefstukje. Ja. Heerlijk. En frietjes erbij en uiteraard de patat met mayonaise. Mayonaise met mosterd. Ja, het is een beetje... Het is een mix. Mosterd mayo inderdaad. Ja. Nou, lekker. Het ziet er in ieder geval wel echt super goed uit. We hadden ook dus hier bijvoorbeeld Marokkaans eten kunnen eten. Maar dat willen we voor een andere avond bewaren. Dus iets van couscous of tagine volgens mij. Ja. Dus we gaan de eerste avond gewoon eerst even lekker hiermee beginnen. Maar dat gaat vast nog wel komen dat we ook iets van Marokkaans eten of wat dan ook gaan uitproberen. Want het lijkt dus wel leuk, ja, toch? Ja. Ik stem Gio Latour naar huis omdat hij slecht is in hutten bouwen. En ik denk dat hij zijn familie echt heel erg mist. En nu moet jij stemmen. Of wie stem jij? Ik stem Lynn Hermanissen naar huis. Stem je mij naar huis? Hoezo mag jij mij naar huis stemmen? Ik jou niet. Ik stem Lynn Hermanissen naar huis omdat ik denk dat ze de katjes heel erg mist. En omdat ze ook niet zo goed is in dingen opruimen. En het is echt een rotzooi. Dit is niet waar. Wie is hier goed in opruimen? Ik zet dat ding bijna om. Ik kreeg al een paar comments van. Lynn staat altijd in de keuken op te ruimen. Je bent een topper, schat. Ja. Je bent echt een topper. Jongens, dat is echt super gezellig. Ja, echt fucking leuk. Vind je mij een topper, ja? Ja. Oh. Nou, we gaan terug. Andere kwaliteiten. Iedereen heeft zo zijn ding. Ja, zeker. Ja. Dat is helemaal waar. Klopt. Ja. Kijk eens. Mooi. Dit eruit ziet. Kut. Kaartje ligt toch in het restaurant? Nee. Ja. Ik had hem naast jou gelegd. Ik had het kaartje naast jou gelegd, Lynn. Je maakt een grapje. Ik had hem naast jou. Nee. Grapje. Deze meid is echt erg. Oh, jeetje. Deze meid is echt erg. Zij maakt echt veel grapjes met mij. Buiten de camera om is ze echt een erge vrouw. Ik hoor de grapjes te maken. Zo jongens, ik ben helaas dus eruit gestemd bij Expeditie Robinson. Maar ik ben wel gelukkig weer terug hier in het huisje. Ik moet zeggen, het koelt hier s'avonds dus nog best wel af. Het is ook best fris buiten. Ik heb de gordijnen al wel even lekker dicht gedaan. Maar overdag is het gewoon echt 30, 32 graden. Niet normaal, maar nu was het ook maar een stukje iets van 14 graden. Dus dat... gaat echt wat halveert wel echt. Maar ja, dat gebeurt ook wel vaker natuurlijk in de woestijn. Want we zitten in principe gewoon in een woestijn. Ik ben echt heel benieuwd ook naar morgen wat we allemaal kunnen gaan doen. En wat we gaan meemaken. We gaan er ook lekker vroeg uit. Ik heb mijn editor allemaal af en gefixt. Dus dat is super fijn ook. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat natuurlijk Marokko of in die zin Marrakesh ons allemaal heeft te bieden. Even een slokje water. Want water drinken uit de kraan moet je hier niet doen, denk ik. Lijkt me niet handig. Jongens en meiden, ik ga het ook lekker hierbij laten. Dit was de allereerste dag hier vanuit Marrakesh. Of tenminste, ja, niet de volledige dag natuurlijk. Die gaat pas morgen beginnen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het gaat hier lekker helemaal in de gang. En dan hoop ik jullie allemaal morgen om 5:30 weer te zien bij een nieuwe vlog. Met de allereerste nieuwe avonturen hier vanuit Marrakesh. Dus ik zeg, bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.